Zijn de top-CEO-lonen excessief hoog geworden? Er zijn weinig thema's in het bedrijfsleven die meer discussie uitlokken. De naakte bedragen spreken natuurlijk tot de verbeelding. Volgens de meest recente cijfers bedraagt het mediane jaarloon van de Bel 20-CEO's 2,7 miljoen euro. De best betaalde van deze groep, de CEO van AB InBev, verdient jaarlijks 7,2 miljoen euro. Dat is liefst 182 keer meer dan de minst betaalde werknemer van zijn bedrijf. De Belgische top-CEO's blijven daarmee natuurlijk nog altijd verdienen in vergelijking met hun anglo saxische collega's. Zo bedracht de medianen een jaarloon van de CEO's van de Amerikaanse Standard Poor 500 bedrijven 13,3 miljoen euro. De best betaalde van die lijst, Sundar Pinchai van Alphabet, verdient jaarlijks maar liefst 207 miljoen euro. Het is natuurlijk niet vreemd dat CEO's van grote beursgenoteerde bedrijven rijkelijk betaald worden. Ze dragen immers de eindverantwoordelijkheid om grote complexe organisaties te leiden en te doen groeien. Waarom liggen uw lonen de laatste twee decennia dan steeds meer onder vuur? Wel, het debat over de CEO-lonen kwam op kruissnel tijdens de financiële crisis van 2008 en is sindsdien eigenlijk nooit meer weg geweest. Vooral het bonussysteem kreeg in die periode een slechte naam omdat het zou aanzetten tot roekeloos en risicovol handelen. In tijden van hoge inflatie en zorgen over koopkrachtverlies werken berichten over het opdragen van top-CEO's natuurlijk opnieuw als een rode lap op een stier. Niets is zo gemakkelijk om de publieke verontwaardiging op te poken als het over toplonen en exuberante bonussen gaat. Toch lijkt er meer aan de hand dan enkel een groeiende afgunstcultuur. Losstaande bedragen zeggen in feite niet zoveel, maar wanneer we kijken naar de verhouding tussen de gemiddelde CEO-lonen en de gemiddelde werknemerslonen, zien we dat die van de CEO's de laatste decennia veel sneller gestegen zijn dan die van de modale werknemers. Begin jaren 60 was die verhouding in de Verenigde Staten ongeveer 20 op 1 en voor twee decennia bleef dat ongeveer zo. Op de figuur zie je echter dat de verhouding in de jaren 80 begint toe te nemen en vooral dan in de jaren 90 een explosieve groei kent. Vandaag zitten we in de Verenigde Staten aan een verhouding van maar liefst 344 op 1. In België is die verhouding met 58 op 1 in absolute cijfers kleiner, maar zien we wel dezelfde stijgende trends. Hoe komt het dat CEO's zoveel meer verdienen dan hun medewerkers en dat die kloof steeds groter wordt? Wel, hiervoor moeten we eerst goed voor ogen houden dat het loon van een CEO samenhangt met zijn specifieke rol binnen de structuur van een bedrijf. De aandeelhouders geven de CEO de opdracht om in hun naam het bedrijf te leiden met als doel zoveel mogelijk aandeelhouderswaarde te creëren. Het probleem is echter dat de aandeelhouders onvoldoende directe controle hebben over de beslissingen van een CEO. Vandaar dat zij verschillende prestatiegebonden beloningen zoals bonussen en aandeelopties toevoegen aan het loonpakket. Zo willen ze de CEO de juiste prikkels geven om hun doelstellingen te realiseren. En het zijn vooral die variabele componenten die sterk aan belang hebben gewonnen in de laatste decennia en dus ook de CEO-lonen de hoogte hebben ingeduwd. Het belangrijkste deel van de verklaringen zegt er dat door technologische innovaties de bedrijfswaarden de laatste decennia enorm gestegen zijn. Hierdoor is ook de marginale waarde van het talent van een CEO sterk toegenomen. Het is namelijk zo dat zelfs beslissingen die op het eerste gezicht slechts kleine efficiëntiewinsten eh, opleveren, in grote bedrijven toch enorm verschil kunnen maken in het eindresultaat. Bovendien zijn er slechts enkele die de vaardigheden en de ervaring hebben om een groot complex bedrijf te leiden, wat ook hun prijs onvermijdelijk heeft opgedreven. Met andere woorden, het feit dat de lonen van top-CEO's fors gestegen zijn, is grotendeels het resultaat van normale marktwerking. Een goede CEO kan een enorm verschil maken voor de bedrijfsprestaties en mag daarvoor natuurlijk behoorlijk vergoed worden. Toch kunnen we ook wel een aantal evoluties vaststellen die maken dat een deel van die verhoging niet rechtvaardig is en die maken dat het verschil met gewone werknemerslonen excessief groot is geworden. Ten eerste is door de stijgende complexiteit van organisaties in een door technologie gedreven economie de machtspositie van de CEO's ten aanzien van hun aandeelhouders en raden van bestuur significant vergroot. Vaak is het zelfs zo dat de CEO zelf kan bepalen wie in de raad van bestuur zit of zijn de leden van de raad van bestuur toch wel afhankelijk van hem of van haar natuurlijk. Hierdoor hebben ze soms directe inspraak gekregen in de bepaling van hun eigen loon. Ten tweede stellen we vast dat door de groeiende praktijk van externe benchmarking de CEO-lonen zijn losgesneden van de interne loonstructuur van het bedrijf. Externe benchmarking houdt in dat er bij de bepaling van het loon van een CEO de beloningscommissie gaat kijken naar de CEO-lonen van een referentiegroep van bedrijven met vergelijkbare marktwaarden. Onderzoek heeft aangetoond dat die praktijk leidt tot een loonspiraal. Zo ligt het bedrijf dat binnen een bepaalde referentiegroep als eerste het CEO-loon verhoogt, meteen ook de lat hoger van alle andere bedrijven in die groep. Bovendien willen veel bedrijven een CEO-loon aanbieden dat boven de mediaan valt van de referentiegroep, wat een kettingsreactie op gang zet. Het gevolg daarvan is een wedloop tussen bedrijven waarin de CEO-lonen geen grenzen meer lijken te kennen. Ten slotte is het bovendien maar de vraag of deze steeds hogere lonen ook betere individuele prestaties van de CEO opleveren. Onder andere de Belgische econoom Marianne Bertrand van de Universiteit van Chicago heeft hier in een belangrijke studie ernstige vraagtekens bij geplaatst. Uit haar studie bleek namelijk dat de CEO-lonen het snelste groeien wanneer de bedrijfsprestaties door duidelijk aantoonbare externe factoren stijgen, zoals bijvoorbeeld conjunctuur. Of fluctuaties in grondstofprijzen. Bertrand noemt dit verschijnsel pay for luck. CEO's worden volgens dit onderzoek dus in de eerste plaats niet beloond voor hun eigen individuele prestaties, maar vooral omdat ze het geluk aan hun zijde hebben. Wanneer de beloningen niet meer gedekt worden door evenredige prestaties, kunnen we spreken over excessieve lonen. Dit heeft in een klimaat van aanhoudende zorgen over koopkrachtverlies niet enkel een schadelijk maatschappelijk impact in een vorm van politieke polarisering, maar is bovendien ook economisch contraproductief. Zo worden er immers ongeoorloofde middelen naar de loonbrief van een CEO afgeleid, die eigenlijk aan aandelaars toekomen of die in het bedrijf geïnvesteerd kunnen worden. Wat is er dan nodig om de top-CEO-lonen meer rechtvaardig te maken? Regelmatig horen we wel eens pleidooien om vanuit de overheid een algemeen loonplafond in te voeren. In een vrije markteconomie kunnen opgeleide ratios echter enkel maar de efficiëntie verstorend werken. Bovendien riskeren we op die manier een omweg naar andere niet-geldelijke vormen van compensatie op gang te trekken, die bovendien een hoge sociale kost hebben, zoals bijvoorbeeld privéjets of luxe kantoren. Maar hoe dan wel? Wel, we zien op dit vlak drie belangrijke werven. Ten eerste zouden de CEO-loden meer afgestemd moeten worden op de interne ladder en minder op een van de realiteit afgesneden markt van enkele top-CEO's. Ten tweede moet de corporate governance versterkt worden, zodat er terug een meer evenwichtige machtsbalans binnen de bestuursorganen van de bedrijven tot stand komt. En ten derde zou beloning in eerste plaats niet aan financieel succes op korte termijn gekoppeld moeten worden, maar aan duurzame waardecreatie op lange termijn, niet enkel financieel, maar ook maatschappelijk. Ter afsluiting geef ik nog meer dat de recente Europese Shareholder Rights Directive, ofwel SRD2, al goede stappen in deze richting heeft gezet. Wat betreft interne rechtvaardigheid verplicht het ten eerste de beursgenoteerde bedrijven om de beloningsratio in het jaarlijkse beloningverslag op te nemen. De beloningsratio is de verhouding tussen de hoogste managementvergoedingen en de verloning van een slechts betaalde voltijdse werknemer. Het verplicht niet die kloofd wordt kleiner, maar meer transparantie is in elk geval een eerste stap in de richting van een meer rechtvaardige interne loonladder. Wat het versterken van de corporate governance be, uh, betreft geeft het aandeelhouders daarnaast binnen stemrecht over de hoogte en de voorwaarden van de verloning van de CEO en andere bestuurders via de zogenaamde say-on-pay. Hierdoor wordt er terug meer macht aan de eigenaars van het bedrijf gegeven in het bepalen van de lonen van executives. En tenslotte wat betreft variabele beloning legt het beursgenoteerde bedrijf op dat de prestaties van bestuurders niet enkel moeten worden beoordeeld aan de hand van een financieel prestatiecriteria zoals korttermijn bedrijfswinst, maar ook van niet-financieel prestatiecriteria op lange termijn, zoals ecologische, sociale en governance criteria. Of deze regulerende maatregelen voldoende blijkt te zijn om de verhouding tussen top-CEO-lonen en gewone werknemerslonen rechtvaardig te maken, valt echter af te wachten.